Ja. Zullen we in de auto af? Amendement. Allemaal. Misschien nog niet eens helemaal dat het helemaal beter is. Dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enige schenk of enige belofte. Nieuw, en dat is het voorrecht van de voorzitter dat ik namens zal vervullen. Zo waar ik houd mij tot almacht. Dank u wel. Van harte gefeliciteerd. Sinds 16 maart is dit de eerste vergadering en ik heb er lang op moeten wachten. Dus ik had ook wel veel tijd om te lezen en er waren dan ontzettend veel stukken. En kom ik direct de eerste zaak al tegen wat ik 2 jaar geleden afgesloten heb. En toen dacht ik van ja, dit is wel eigenlijk wel een stukje onrecht wat ik hier nu weer zie. En dan probeer je met de motie dat recht te zetten. Je had in het begin wat moeite met de knopjes, met de stemmen. Hoe ging dat nu? Ja, ik had 2 stemkaartjes, want bij de voorgaande politiek beraad, dat is geen raadsvergadering, had je een stempasje. En die stopte ik bij mij in mijn portemonnee en die nam ik weer mee naar huis. Maar dat was niet de bedoeling. Dus ik kom hier weer terug en ik heb in 1 keer 2 kaartjes. De ene pasje werkte wel, de andere weer niet. Dus ja, dat is wel lachen. Was het wel bijzonder dat je dus direct op je eerste vergadering alle motie indient? Ja, maar daar was ook aanleiding voor, want hier wordt een bestemming, dat een biljartvereniging, wordt er afgehaald. Omdat toevallig BMW had toevallig die bevoegdheid. En de raad heeft die bevoegdheid niet. Dus dan kun je alleen met de motie nog vragen. Wil je het wegbestemmen van zo'n mooie datvereniging, kun je nog tegenhouden. Ik had alleen vandaag gekund. Dus ik stond in 1 keer voor het blok. Als je raadslid wordt als nieuw, kun je niet zomaar zeggen, oh, ik ga even lekker een halfjaartje rustig aan doen. Want er zijn belangrijke besluiten. Zijn al de tafel gepasseerd en dan mis je een kans. En dat, dus ik moest wel ingrijpen. Ja, als je ergens voor staat, dan moet je daar wel. Er was wel een stukje onrecht wat ik probeerde recht te zetten, maar ik kreeg nog niemand mee. Ja, ik heb wel succes met deze motie, is niet aangenomen, maar de toon is nu wel even gezet. Ik heb ook gezegd van, jullie zitten nu aan mij wel vragen te stellen allemaal. Maar verdiep je nou eens in die zaak en dat heeft niet plaatsgevonden hier. En dat